Hallo allemaal, welkom bij Achter de Schermen. In deze aflevering laten we ons onderdompelen in de wereld van de superrealistische kunst. Art Center Horus is fier dat er een samenwerking is met de Ibex Collection. Dat zijn wereldwijd de grootste privéverzamelaars van superrealistische kunst. Maar wat moeten we daar nu onder verstaan? Wel, ik vraag het aan Ninja van Art Center Horus hier in de galerij in Sint Maartenslaten. Ninja, we zitten hier voor een prachtig werk. Dit is wel degelijk een schilderij en geen foto? Geen foto, Celia. Echt? Echt geschilderd. Ja, ik ga eens van dichterbij kijken, want dat is toch niet te geloven, hè? Ja. Dat is zo'n fantastische techniek om zoiets te maken. Ja, je kunt je wel inbeelden. Niet elke kunstenaar is in staat om zo'n meesterwerk te maken. En dit werk is van? Philip Weber, een Duitse artiest. En ik denk dat we mogen zeggen, in Duitsland is hij wel de top van het superrealisme. Ja, wat moeten we daar eigenlijk onder verstaan? In feite kun je zeggen, het is als een foto. Maar wat is het grote verschil? Want je kunt dan even goed zeggen, Ninja, we kopen een mooie foto en klaar. We hebben dan ook iets moois in onze woning. Nee, er is een fundamenteel verschil. En het gaat hem om die energetische lading. Je moet weten, daar is bijna 2 jaar aan geschilderd. Laag op laag. Er zit zoveel emotie in, er zit zoveel energie in. En dit kun je natuurlijk niet met 1 foto bewerkstelligen. Hoe gaat zo'n kunstenaar eigenlijk te werk? Een kunstenaar gaat eerst een idee. Zij vertrekken van een creatief idee. En dan wordt dit uiteraard, moet dit uitgegeven worden. Dus de kunstenaar leidt volledig het programma, de reportage. Want hij weet al wat hij wil schilderen. En dan gaat hij dit coachen. En juist daar heeft Ibex een heel belangrijke functie. Je moet weten, als een artiest zoals Philip Weber 2 jaar schildert, of bijna 2 jaar schildert, aan zo'n masterpiece. Niet elke artiest heeft deze middelen om zo doortastend te werk te gaan, non-stop. En zij bieden juist die mogelijkheden aan de artiest. Zij geven de artiest de volledige artistieke vrijheid met een onbeperkt aantal middelen. Hey, wat een geschenk. Dat zijn dus eigenlijk wel mecenassen. Het zijn dus privé-verzamelaars, maar die door een zoektocht zo de ambitie hadden om deze artiesten wereldwijd bekend te maken, door hen ook de middelen te geven om een meesterwerk te maken. En hier zijn we getuigen van zo'n meesterwerk. Ja, het is echt heel mooi. Je wordt ook naar het werk gezogen. Wat doet dat nu met jou? Als ik mij intune op deze werken, dan is dit voor mij een hele lading van emoties. En ik voel de gelaagdheid in deze werken. En uiteraard, ja, de finesse, de schoonheid, het perfectionisme. Daar heb ik zoveel bewondering voor. Maar wat altijd belangrijk is en blijft, ik moet ervan houden en het thema moet mij aanspreken. Dit thema bijvoorbeeld vind ik schitterend, want mijn fantasie slaat op hol als ik dit zie. Adrien, je bent de jongste telg van Art Center Horus. Wat vind jij nu van deze werken? Ja, het is een schitterend project. Ik was ook zeer dankbaar dat ik mee mocht naar Augsburg, waar eigenlijk de faciliteit is van de Ibex collectie. En ik moet eerlijk zeggen, ik heb nog nooit eigenlijk een groep mensen gevonden die zo gepassioneerd zijn met wat ze bezig zijn. Er is een hele goede band tussen de mensen achter Ibex Collection en de artiesten. Zeker, zeker. Ze zijn echt op gefocust dat ze eigenlijk een soort matriarch voor hen zijn. Dus naast hun zeer persoonlijk steunen, geven ze ook workshops voor hen om eigenlijk hun extra skills bij te doen leren. Ik zeg nu in vernissen of in de afwerking. Ook over ze eigenlijk hunzelf kunnen promoveren op bijvoorbeeld nu sociale media. Wie zijn nu eigenlijk die kunstenaars? Dat zijn eigenlijk de beste kunstenaars van de hele wereld. Het maakt niet uit of ze nu van Nederland komen, of ze nu van Brazilië of Japan komen. Het maakt niet uit zolang dat zij de skills hebben. Want het is een zeer, zeer specifieke skillset dat je moet hebben om zo'n schilderij te kunnen maken. Dus die mensen achter Ibex hebben echt de moeite gedaan om de beste van heel de wereld te zoeken. En hebben die uiteindelijk ook gevonden. En dus hier bijvoorbeeld heb je Christian Vleugels. Hij is een Belgische artiest. Ze zijn ook heel dankbaar voor dat we ook kunnen zeggen van we hebben een Belgische artiest. En voor haar is het natuurlijk ook zeer prestigieus om te kunnen zeggen van kijk, ik ben deel van de Ibex collectie. Want het is zo'n selecte groep van artiesten die eigenlijk voldoen aan al die criteria, dat het voor hen ook een enorme eer is.
Super mooi toch? En niet alleen in Sint Maartenslatum kan je de werken van Ibex bewonderen, maar ook hier in de galerij in Knokke. Dag Petra. Hey, dag Celia. Je bent de nieuwe manager van de galerij in Knokke. Proficiat. Dank u. Voel je hier al helemaal thuis? Ja, absoluut. Van dag één voel ik me helemaal thuis. Hele positieve kunst. En vooral nu met die nieuwe Ibex-collectie. Dat is echt een primeur voor Knokke. Hoe hebben jullie de opstelling hier opgevat? Wel, we hebben geprobeerd om Ibex allemaal samen te brengen. Beneden de originele werken, boven de giclées. Maar natuurlijk zijn onze bestaande kunstenaars hebben hier allemaal nog een mooie plaats natuurlijk gekregen. Hè. Dus die zijn gebleven. Het is echt wel indrukwekkend als je de galerij binnenwandelt. Ja, dan heb je zeker naar dit werkje gekeken, hè, Celia. Dat is absoluut de wereldtop. Marco Grassi, de fijnste penseeltrek van de superrealisten. Hij heeft al miljoenen volgers op sociale media, maar het is echt, als je kijkt naar die details, naar die handen, je kunt het nauwelijks onderscheiden van een foto. Het is magnifiek. Ja, het is echt subliem. Het is sublieme kunst. Ninia, Petra vertelde mij dat hier de giclées hangen. Ja, dat klopt. Dus de giclées, dat is eigenlijk een heel speciaal procedé. Te vergelijken met de originele, maar uiteraard, het blijft een kopie. En onder ons gezegd, een leek ziet niet altijd het verschil. Dus dat maakt dat ze kwalitatief van het hoogste niveau zijn. En het fijne is, want de masterpieces en algemeen de Ibex-meesters, die gaan zoveel stijgen in waarde, maar dan gaat ook de giclées mee stijgen in waarde. Dus het is sowieso een, laten we zeggen, een ervaring om zo'n werk bij jou thuis te hebben. En mensen kunnen die ervaring ook opdoen in de galerij. Het is ook een primeur. Het is zeker een wereldprimeur, want je moet weten, eigenlijk was Ibex had een heel ander plan. Zij hadden in New York honderden, ik zou zeggen, 2000 vierkante meter gereserveerd voor de Ibex Masters. Elke master ging 100 vierkante meter ter zijn beschikking krijgen. Ik moet u niet vertellen waarom dit niet is doorgegaan. Maar ja, soms gebeuren rare dingen en daardoor hebben wij eigenlijk de Ibex Collection in primeur in onze galerijen in België, waar ik natuurlijk heel trots op ben. Wil je deze superrealistische kunstwerken in realiteit bewonderen? Wel, breng dan een bezoekje aan de galerijen in Sint Maartenslatum en Knokke. Een primeur. Heel graag tot de volgende Achter de Schermen.